Captain Good Life. Hallo, goedemorgen en welkom bij onze weekendvlog van dit weekend. Ik ben even lekker aan het ontbijten. Dit. En het is nu al super lekker weer. Echt hot, hot, hot. En ik heb even zo'n lekkere opruimdrang. Dus ik ben het huisje even helemaal aan het opruimen. Maar vooral de tuin. De tuin was echt heel vies. Met allemaal van die oude vieze planten en dingen en zo. Dus dat ga ik even helemaal reorganiseren vandaag. En de barbecue gaan we goed neerzetten. En Bart heeft net boodschappen gedaan voor de barbecue voor vanavond. En dan hebben we een superleuke barbecue met allemaal vrienden. Dus het wordt hartstikke gezellig vandaag. En ik ben dit even aan het uittesten. Geen idee, maar ik heb wel het idee dat als het heel warm weer is, dat dit super snel werkt. Bart heeft mij weer meegesleept naar de karwei. Dus daar zit ik nu. Maar dit is wel superleuk om te laten zien aan jullie. Check dit bankje voor in de tuin. Wij hebben al een bankje, maar hij is wel heel leuk met die stijger eronder. Ik hou er echt van. Stijger. Ik bedoel van die pellets. En deze ga ik kopen voor in de tuin. En ik heb nog iets anders leuks gezien voor in de tuin. Vis eten, dus dat kan ook een beetje kibberen. Oh, en ik moet ook nog testen. Het is gelukkig dat ik een bril op heb. Ik moet ook nog testen of hij gaar is. Hij is een beetje bang, dat is wat hij bedoelt. Ik hoef geen vlees meer, ik neem alleen maar vis. Nou, die vlees eten is vet ongezond. Tweede hapje, het gaat gewoon gebeuren. En is het goed? Zo, we hebben een hele gezellige barbecue gehad. En nu gaan we lekker vroeg slapen. Want morgen moeten we al vroeg op voor de boot. Goedemorgen. We zijn onderweg en het was een beetje haast allemaal, want we moeten al vroeg daar zijn. Kwart voor 10 moesten we er zijn. Het is nu 9:55. Maar we zijn er bijna. Ja. Lekker hè, Dexje? Hey Dexje! Wie is de stuurman? Erik, heb jij hem zojuist benoemd als stuurman? Nee, maar hij blijft daar aan de bal staan, hè? Gedaan, dus beste stuurman van staan aan de bal, schat. Super graag. 1, 2, moet ik even. Help even, ja. Spot jij maar. Oh. Weg uit de haven. Ja, die sloot in. Oh. Kijk, zo voelt dat dus. Zo voelt dat dus. Nee, dan moet je zonder broek doen, dan weet je pas echt hoe het voelt. Nee, zit die hele riem onder de schijf. Godverdamme. Ik ga naar de tarrels gelijk mee. Oh, je bent aan het vloggen, schat. Ja, nee, maar dat is een leuk onderwerp hoor. Ja, ja, maar dartels. Ja, maar ja, ik ben ook van het doorbreken van taboes. Ja, inderdaad, dat wist wel. Ja. Kun je nagaan hoe die zou zijn als die gewoon elke dag zou trainen? 3 maanden wel had gekregen. Ja. Ik begin op papa te lijken. Dat zou kunnen doen. Nou, het kunnen we wel meevallen. Je moet een beetje. Het gaat heel erg.
weet wel tot waar je ingesmeerd bent, Erik. Nou ja, volgens mij staat je broek eerst hoger. Gewoon niet nadenken, schat. Gewoon stuur waar je heen wil. Ja, daarom gaat het ook. Yay, catch a good life. Oh. Het gaat echt super, dat zie je. Oh ja. Oh wacht, die kant. Hier lekker stabiel. Ja, top. Kijk, ja, echt hoor. Het wachten is oprecht. Wauw, yes. Dank u wel. Oeh, looking good. Eet smakelijk. Ja, bon appetit. Bon appetit. Eet smakelijk. Eet smakelijk, Erik. Het is je gegund, goede schipper. Ja. Captain Good Life. Ray is aangekomen. Nu is het dicht. Vertel eens hoe je het hebt gehad vandaag. Hier hebben we trouwens de boot gehuurd. Dat was echt super leuk. Echt een aanradertje dus als je een sloep wil huren. En nou, dat was zo'n heerlijk dagje met mijn vrienden. Mijn vrienden zijn een beetje gek, maar wel leuk. Ja, best een leuk dingetje. Een beetje patserig. En? Ja, je hebt hier geen. Je kan er niks bij voorstellen, omdat iedere auto moet gewoon vuur komen in ieder geval. Zelfs de schaling is. Ja, het wordt echt gewoon afgesloten. Zo, we hebben nog eventjes de auto geladen en nu gaan we lekker naar huis. Het was echt een heerlijk dagje. Ja, lekker rozig. Heerlijk. We zaten net nog even naar onze vrienden ook te appen van dit moeten we echt vaker doen. Het is zo relaxed zo'n dagje. Maar ja, dan moet het natuurlijk wel zulk weer zijn. Het is helaas niet heel vaak in Nederland. Maar laten we hopen dat deze zomer, dat dit gewoon het begin is van een hele fijne, warme, leuke zomer. En dat we vaker verzoekingen kunnen doen. Dat zou echt mooi zijn. Dus nou, dus we gaan nu naar huis. En daar zijn we dan over een kwartiertje. Dus ik zeg alvast bedankt voor het kijken naar deze vlog. Deze weekendvlog. En natuurlijk tot morgenochtend weer. Want dan zijn we weer met de gewone wekelijkse vlogs. Elke werkdag om 7 uur 's ochtends. Dus vergeet niet te abonneren als je dat nog niet bent. En dankjewel voor het kijken. En laat het even weten of je het leuk vond. Dankjewel.